De Nationale Celebrity Golfdag wordt ieder jaar gehouden op de golfbaan van de Efteling. Dit jaar al voor de 7e keer. De opbrengst gaat naar het Foster Parents Plan. Een organisatie die kinderen in de derde wereld ondersteunt. Je kunt een kind financieel adopteren en op die manier helpen. Maar ook via deze golfdag komt er geld binnen voor de organisatie. Nederlandse sterren slaan een balletje voor het goede doel. Wow. Zo, zal ik eens even een ster in die camera jassen? Knak! Golf staat bekend als een elitaire sport. En het kan ook gezellig zijn. Golf is een beetje elitair, dat zeggen ze altijd. En dat is ook wel een beetje waar, want het is een dure sport. Omdat je een terrein hebt van ruim 50 hectare. En vergelijk dat dan maar eens met een tennisbaan. Het is een gezelligheidstoernooi waarbij bekende Nederlanders elkaar ontmoeten. En we doen het ten bate van een goed doel. Oud-tennistopper Tom Okker zorgde voor de nodige consternatie. Tom Okker die heeft iets unieks gedaan vandaag. Die loopt met een karretje met afstandsbediening. Dat kreeg hij van zijn vrouw toen hij 50 jaar werd. En hij loopt zo te kletsen met zijn flightgenoten. Hij houdt zijn kaartjes niet in de gaten en dat gaat zo de plons in. Dat is helemaal drijfnat geworden. Ik geloof dat het de derde hol was. En dat is een hol met allemaal beekjes of riviertjes eroverheen. En daar waren we net uitgebreid over aan het praten. En ik lette niet op mijn kar, die ging er alleen vandoor en die lag toen op een gegeven moment midden in de sloot. Dus ze ging helemaal onder. Dus het was een beetje lastig om eruit te krijgen. De een deed het goed, de ander deed het minder. Ondanks de natte wagen kon Okker nog wel spelen. Redelijk wel. Mijn handicap is 9 en ik heb 37 punten. Dus ik heb eigenlijk één beter gedaan dan ik zou moeten doen. Dus. Je denkt dan van, nou, dat kan je wel. Omdat je hier op de mat slaat en dat sla je goed. En dan is het toch wel even wat anders als je echt op de baan bent. Ja. En of het nou goed ging of niet, de sterren waren allemaal tevreden. Maar Timo Veef deed het de rest van de dag niet zo goed. Want de winnaar van de dag is Wilbert Gieske, bekend uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Zijn trofee, ontworpen door modekoning Frans Molenaar, wordt in november geveild. De opbrengst daarvan, tussen de 4 en de 8.000 gulden, gaat naar het Foster Parents Plan.